reizende tentoonstelling Molukkers 70 jaar in Nederland geopend. Bij afwezigheid van Karin Reinders, directeur van CODA, was het Stefan Rutte, de archivaris, die de aanwezigen welkom heette bij de opening van de tentoonstelling. Vervolgens was het wethouder Sunita Bihari die met een korte toespraak de tentoonstelling officieel opende. Ik vind het dapper. Ik vind het mooi dat deze tentoonstelling er is. En ik hoop dat we met elkaar op zoek gaan naar de verbinding. Met respect naar de verbinding op zoek gaan. Ik hoop ook dat heel veel Apeldoorners, maar het liefst ook mensen rondom Apeldoorn, die oproep doe ik hier echt, kom kijken, kom praten en kom luisteren. Want het is een gedeelde verleden die wij hebben met elkaar. Het is de kolonisatie, wat we misschien vandaag de dag niet meer op die manier hebben. Maar zoals ik begon, alle pijnlijkheden die er nog rondom zijn, die zijn er wel vandaag de dag. Dus het is een gedeelde verleden van mij, van u en eigenlijk van iedereen die in Nederland woont. En ik hoop op een hele mooie gezamenlijke toekomst van u, van mij en van iedereen die in Nederland woont. 70 jaar Molukkers in Nederland. 5 generaties in 6 containers. En hoeveel keuzes maak je dan? Te veel. Nee, je zou je heel veel containers kunnen neerzetten. En natuurlijk moet je keuzes maken. En ik denk dat we er nog zo veel meer hadden kunnen vullen. Maar je gaat op een gegeven moment op thema's werken. Maar natuurlijk kom je verhalen tekort. En natuurlijk wil je nog meer vertellen. Want zo gauw je iets gaat maken, dan kom je achter nog zoveel meer verhalen. Dus maar hij is nu al, vind ik, heel mooi, maar hij zou nog uitgebreider kunnen. Wat Molukkers betreft, 70 jaar Molukkers met 5 generaties, dat heeft heel veel moeite gekost, maar we zijn eruit gekomen. Jullie zouden tijdelijk komen, hè? In de jaren, wat was het, 50, maar toch wat langer gebleven. Tijdelijk omdat de verhouding tussen de Molukkers en de Nederlandse regering niet duidelijk was. Naar elkaar toe hebben ze niet duidelijk dingen uitgesproken. En daardoor zit de frustratie bij de eerste generatie natuurlijk heel hoog. En heeft zich uitgemond in de tweede generatie. Maar met de derde generatie zijn we duidelijk een balans aan het zoeken tussen de Nederlandse cultuur en de Molukse cultuur. En de balans tussen het individu en het collectief. Als dat de derde generatie lukt, dan krijgen we heel veel succesvolle mensen in de Nederlandse samenleving. Ik heb met name willen benadrukken de vraag van waarom zijn Molukkers naar Nederland? Omdat de Nederlanders eerst naar de Molukken gingen. Dat is de belangrijkste nadruk die ik wilde leggen. En wat de geschiedenis is, hoe lang er al een gedeelde geschiedenis is met de Nederlanders. En dat er een onderscheid is met andere groepen die in Nederland zijn. En dat Molukkers gewoon heel lang aan Nederlandse zijde hebben gevochten. Ja, dat vond ik eigenlijk het belangrijkste om te vertellen. En dat Nederlanders eerst naar de Molukken zijn gegaan. En dat daarna pas de Molukkers naar Nederland zijn gekomen. Die tentoonstelling laat vooral zien verschillende invalshoeken. Hoe die Molukse gemeenschap benaderd kan worden. En wat we dus proberen is ook door die lezingen die dus door de Stichting Indisch Erfgoed en de Stichting Mohammed wordt gedaan. Is om een verdieping te krijgen in die verhalen, in die samenhang van de verschillende invalshoeken van de tentoonstelling. 1599 kwam de eerste boot aan in Ambon. En omdat op de Molukken de kruidnagel groeide en de nootmuskaat. Dus daarvoor kwamen de Nederlanders naar de Molukken toe. En hebben de Portugezen verjaagd. En hebben de mensen toen daar verteld, joh, met ons ben je veel beter af. En toen is Nederland daar een monopoliepositie gaan spelen. En hebben heel veel Molukkers ingezet om de rest van de eilanden eromheen te veroveren. En daarmee is toen Nederlands-Indië ontstaan. En dat heeft er uiteindelijk weer toe geleid dat in de jaren 50 een heleboel Molukkers naar Nederland kwamen. Ja, op het moment dat Nederlands-Indië werd opgeheven, vielen heel veel Molukkers eigenlijk tussen wal en sloot. Want zij hadden en aan Nederlandse zijde gevochten, hadden gehoopt dat zij een zelfstandig republiek van de Molukken zouden krijgen. Dat kon niet bewerkstelligd worden. Waardoor er eigenlijk niets anders op zat op dat moment, zo leek het, om naar Nederland te gaan en af te wachten tot die zelfstandige republiek er wel zou komen. En tot slot, hoe lang gaat deze tentoonstelling nog door Nederland reizen? Nou ja, we hebben nu boekingen tot en met 2024. Dus ik hoop dat hij nog veel langer gaat rondreizen. Want ik wil ook gewoon dat hij naar scholen gaat.
En dat hij op schoolpleinen komt, van jongeren gaan niet naar een museum toe. Dus ik heb iets van, nou, we gaan het museum naar de jongeren toe brengen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Nog van donderdag 11 tot en met zondag 28 augustus. Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 4 uur.